Ik hoop niet dat ik weer een vliegje in mijn keel krijg, net als afgelopen nacht weer. Oh, en dan loop je ook te hoesten, hè? Weet je dat? Nou, en ik liep er nog eentje op straat en die keek me raar aan. Ik zei, nee, geen corona hoor, maar ik heb een vliegje in mijn keel. Oh, jee, ja, wat erg niet. Parasol staat buiten. Want die ijzeren plaat, die oprijplaat die ik voor de tuinder heb liggen, die wordt dus kokerheet. Nou, daar kunnen de dieren amper overheen lopen, weet je. Dat doet zeer aan hun voetjes. Ja. En dan kan Eeuwin ook naar buiten. Hé, meisje? Hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer 21 mei. Het is Hemelvaartsdag. Dus ik wens jullie eerst natuurlijk een liefdevolle, warme, prachtige, zonovergoten Hemelvaartsdag toe. Ja! En we leven vandaag dus op de 21e, zei ik al. En we leven om 13:20 uur. Dus het is bijna 12:30. Ik ga weer lekker met mijn hondje lopen. Ik heb mijn nieuwe kleren, nou dat zien jullie aan mijn t-shirt. Ook mijn nieuwe laarzen, dus die gaan we even uitproberen. Dat, ja, ze zijn nogal zwaar bij mijn vorige vergeleken, dus dat is heel erg veel wennen. Ze zitten wel verder lekker. Maar mijn broek die kruipt omhoog, ook dat. Dus die blijft niet in die laarzen zitten zoals een legging doet. Trouwens ook leggings die kruipen omhoog hoor. Maar in ieder geval, het staat toch verder zo leuk, want de broek die komt nou tot aan mijn kuiten omdat ik zit, maar ga ik weer staan vallen als het over de laarsjes heen. Nee, maakt niet uit, het staat leuk, het staat mooi, het staat netjes. En ja, ik zie wel mensen lopen met korte mouwen, heb ik ook wel, maar het is nog maar 22 graden, dus ja, en je zit bij de zee. Je hebt verraderlijke hoeken, dus ik kijk al lekker uit. Ik hou mijn vest aan en die doe ik dicht. En dan de tuig om en dan jas hoeft niet. Maar ik moet toch altijd wel een busje hebben waar ik wat in kan doen, weet je. En het is vandaag donderdag. Ook gelijk weer goed zetten, de 21e. Zo, staat dat ook weer goed. Ja, dus wij gaan even naar de kuier en de wandel en dan komen we weer terug en ik ga vanmiddag lekker even aan het werk voor YouTube. Ja, lekker renderen, lekker lui, televisie kijken tussendoor, pauzes nemen natuurlijk, want je kan niet aan één stuk doorwerken. En ik moet ook nog weer filmpjes uitzoeken, dus ik heb nog een heleboel te doen. Nou, dat is echt van deze dagen, dat kun je doen, lekker alleen. Niemand die op visite komt, tenminste ik verwacht niemand. Ruud die is nog steeds ziek, anders had ik hem wel gehoord. Maar ja, oké, hij mag niet bij me komen zolang hij verkouden is. Dat wil ik niet hebben, want dan ben ik het straks ook. En nee, en ik straks wel de corona, nou nee, dank je de koekkoek. Maar oké, ik wens alle zieken natuurlijk een voorspoedig beterschap. Ik hoop dat ze snel weer op de been mogen zijn. En of het nou ook van de corona is of iets anders, die kunnen van verschillende dingen ziek zijn. Hooikoortspatiënten zoals ik zelf, als je last hebt, ik hoop dat je ook snel opknapt. Ik heb heel veel baat bij dit spul. Dus ja, daar heb ik heel veel baat bij. Moet ik zo meteen ook weer gebruiken. En, maar eerst maar even wandelen, daarna moet ik het gebruiken. Want ja, dan heb je last van die dingen die om je heen zweven. En ik hoop niet dat ik weer een vliegje in mijn keel krijg, net zoals afgelopen nacht weer. Oh, en dan loop je ook te hoesten, hè? Weet je dat? Nou. En er liep er nog eentje op straat en die keek me raar aan. Ik zei, nee, geen corona hoor, maar ik heb een vliegje in mijn keel. Oh, jee, ja, wat erg niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. En geniet van ons. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ja, jullie zien het. Ik heb even een ander topje aangetrokken met spaghettibandjes, want het was mij te warm. Ja. Vooral als je in de koude zon loopt, is het warm. Langs de gracht viel het wel mee. Nou, en dan heb ik ook de zon nog op mijn huis staan, dus ik vind het wel gezegd. Ik zal even kijken hoeveel graden het is op toon. Ja, 23,5 en dat van de kachel, hè? Ja, ik heb geen kachel, allemaal vandaag weer niet. Maar in ieder geval, kijk, ook de zonnescherm naar beneden. Parasol staat buiten. Want die ijzeren plaat, die oprijplaat die ik voor de tuinder heb liggen, die wordt dus kokend heet. Nou, daar kunnen de dieren amper overheen lopen, weet je. Dat doet zeer aan hun voetjes. Ja. En dan kan Eeuwin ook naar buiten. Hé meisje? Ja, maar het doet ze niet. Nee hoor. Die komt bijna niet buiten. Hé meisje? Ja. Maar oké, ik ga drinken maken. Ja, en even voor jullie zorgen. Ja, even voor jullie zorgen, schat. Ja. Oh ja, meisje. Is dat zo? Ja, is dat zo, schat? Oh. Hé, is dat zo? Ja. Dus ja, Rijka die legt in de tuin. Ga je zo terug met de pootjes? Die zag ik net daar liggen. Als het er nog ligt, weet ik natuurlijk niet. Nee. Rijka, where are you? Rijka, kiekeboe. Oh, je was wel binnen. Oh, waar was je dan? Onder de eethoek zeker. Dat had vrouwtje niet gezien. Nee. Je mag ook wel hier leggen, kom maar. Als je nou onder die picknicktafel gaat leggen, of Viro, dan leg je lekker kool op. Ja, kom maar. Meisje. Maar ja, oké. Ik ga zo meteen ook aan het werk, zoals jullie weten, met dat ding. Ja, moet ik zo de stekker even nog van in de stopcontact doen. Ik ben wat vergeten op te ruimen, maar ja, een parasol ook niet specifiek weer terug in de kast. Ik toch morgen weer nodig, denk ik zomaar. Ik heb zelf nog een pluk weg moeten knippen, want die hing iedere keer weer naar beneden. Je hoort die kant op, maar dat wou die niet. Dus het was nog een pluk van hier. Nou, ik denk, dat knip ik je weg. Lekker belangrijk. Ja, hè? Ja. En ik heb weer wat voor Rijka, die mag weer wat kapot maken. Rijka, kijk eens. Oh, gorsje. Ga je dat daar doen? Hoe ik het straks daarop ga ruimen? Malle meid. Nou ja, veel succes ermee. Jongen, nog aan toe. Tint zijn benen buiten. Ik denk, die vliegt ermee op de bank zoals normaal, maar nee. Maar oké, doet er allemaal niet toe. Zij is weer eventjes zoet. En ik moet straks de puin weer opruimen, maar ik moet meer dingen opruimen buiten. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. En ik zeg, hou de moed erin en nou ja, met die warmte wil je toch niet bij elkaar op de lip zitten. Dus 1,5 meter doe je nu zomaar met die warmte. Ja toch? Ja, wat maakt het uit? Nou, lieve vrienden, genieten. Dat ga ik ook doen. Ze zeggen tot later. Doei!